Hoi allemaal, ik ben Priscilla Otto en welkom bij de vlog van vandaag. Vandaag ga ik met Jack en Fiona allerlei oefeningen met pallets doen. En ja, dan kunnen jullie kijken of je dat ook leuk vindt om te doen. En ik ga laten zien wat je met één pallet of met meer pallets kan doen. Dus nou, we gaan aan de slag. De allermakkelijkste oefening waar je mee begint, als je met een pallet gaat oefenen, is natuurlijk om hem als blok te gebruiken. Dan kan je gewoon vragen waar er met één of twee voetjes op te staan. Nou, voor Fiona is dit een hele makkelijke oefening, die heeft het al heel vaak gedaan. Maar daar zou ik zelf mee beginnen als je gaat oefenen met een pallet. Het voordeel van een pallet is dat hij natuurlijk heel ruim is. Dus dat je alle ruimte hebt voor je paard om die voetjes erop te zetten. En dat hij ook niet zo snel gaat kantelen zoals ja, wat je met een blok hebt. Wat ik wel aanraad is dat je veilige pallets gebruikt. Zoals hier al ligt een Epal Euro pallet. Die, ja, dat zijn gewoon merkpallets, die zijn wat duurder maar wel steviger. De plank die erboven zit is watervast, dus vanwege, ja, het ligt toch best wel vaak buiten. En daarbovenop zit een anti-sliplaag, zodat het paard niet uit kan glijden. Nou, als je paard er met zijn voorbenen op durft te staan, dan kan je kijken of hij mee wil lopen. Dus dan gaat hij de voorbenen erop en dan vraag je of hij door durft te lopen. Ja, goed. Nou, als het lopen gaat, kan je kijken of je paard kan halt houden op de pallet. En dan is het belangrijk dat je rechtdoor loopt. Als dat goed gaat, dan kan je bijvoorbeeld ook kijken of je kan combineren met andere vrijheidsdressuurtrucjes. Dus Fiona vindt de chambet heel erg leuk. Doe maar been. Heel mooi. Trek hem maar iets. Trek. Trek. Juist. Heel knap. Oh. Nou zie je bij Fiona, een pony is, lijkt op zijn balans, maar ze heeft eigenlijk niet zoveel balans. Op het moment dat ze naar mijn koekje greep, ging de achterhand al de andere kant op en viel ze bijna van de pallet af. Dus voor Fiona is het vooral, die wil het doen en die is niet bang. Maar qua balans is het niet zo heel handig. Een oefening die je kan doen om te helpen met balans, wanneer je paard een beetje gaat wiegen op de pallet, dan ga ik een beetje vragen of ze evenwicht naar achter wil verplaatsen. Ja, en dan weer naar voor. En weer naar achter. En weer naar voor. Braaf, goed zo. Goed zo, doe eens dus dat de pony met zo klein mogelijke bewegingen, ja goed, van achter naar voor gaat bewegen. Met twee pallets kan je bijvoorbeeld een wat langere brug creëren voor je paard. Dus dan moet hij op de smalle stuk gaan staan en helemaal doorlopen naar hier. Ja, goed zo. Het belangrijkste en het moeilijkste van de brug is dat hij er recht op gaat en ook weer recht af gaat. Dat is nog wel eens lastig omdat het een heel smal stukje is. Dus de paarden zijn geneigd om er meestal zijwaarts op of af te gaan. Met twee pallets kan je ook een hogere opstap maken. Dan moet je zorgen dat de bovenste pallet wel dicht is. De onderste pallet hoeft natuurlijk niet per se dicht te zijn. Dan kan je hem vragen of je ze, ja, beentje bijvoorbeeld als section bed. Nee? Dat is mooi, goed zo. Oefening die je altijd links en rechts moet vragen, anders word je paard schijf. Nee? Trek hem. Open. Mooi jongen, goed zo. Goed zo. Juist. Goed. Mooi, goed zo. Stapje naar voren. Jij krijgt iets meer balans als Fiona, die gaat meer op de karakter op zoiets staan. En hij is net wat voorzichtiger, hij zal ook niet zo snel vallen. Fiona die valt eraf en die klimt er ook gelukkig weer op, dat is iets wat zij graag doet. Nou, kijk of we ook hier bijvoorbeeld een chambet kunnen vragen. Hij staat natuurlijk wel met zijn achterbeen een beetje krantje, maar in principe redt hij dat wel. Trek hem, trek hem, kom maar, ik kan dat. Ja, yeah, goed hoor. Het is moeilijker en spannender, hè? Braaf hoor. Braaf. Nou, we gaan nu naar vier pallets. Nou, daar kan je ontzettend veel verschillende oefeningen mee leggen. Het bekendste is natuurlijk gewoon een brug. Die is heel lang en dan moet Fiona dus over de hele brug rechtdoor blijven lopen. Juist, en ook netjes eraf. Nou, kan je met die brug natuurlijk ook meerdere oefeningen doen. Dan kunnen we oefenen ook dat Fiona erop gaat. Een stukje rechtdoor. Een half houden. En dan weer naar voren. Netjes, pony. Goed hoor. We hebben er nu nog eentje opgelegd. Dan krijg je een soort bergje. Dus dan moet hij op één beginnen, dan omhoog en dan naar beneden. Nou, Fiona was al onderweg. Fiona, kijk ook of ze mee wil. Ik heb mijn halsertje niet om, omdat ze dan zelf opgeklommen was. Ga je mee? Kom je? Kom maar. Ja, goed zo.
als je dit dus gemakkelijk doet zoals Fiona het nu doet, dan kan je bijvoorbeeld ook kijken of je bovenop die ene pallet kan halt houden. Dat ga ik nu met Jack, ik denk met Fiona proberen. Kom je, Fiona? Ga je mee? Maar wel halt houden, zonder hals. Ja? Goed! Goed zo! Knap hoor! Kunnen we ook nog een trucje doen hierbovenop? Oh, wat mooi! Goed! Gaan we weer naar beneden. Fiona heeft van jongs af aan al met deze brug gespeeld, want wij hadden hem een jaar of twee gewoon zo in de wei liggen. En ja, daarom is het voor Fiona gewoon te spelen. Ze kent de brug, ze weet de randjes, ze weet hoe ze erop moet. En ze weet ook hoe ze koekjes kan verdienen op die manier. Goed hoor, maar ik heb nu niks gevraagd. Zij staat daadwerkelijk ook gewoon vanuit haar eigen enthousiasme op de brug. Daarom komt ze er van alle kanten op en af. Gaan we ook nog even Jack pakken. Kijken of hij het ook wil doen. Goed zo. Heel knap van jou. Ja. Even, ja. Ga er ook nog even bij staan. Ja, hoor. We hebben er nu een puzzel van gemaakt. Dus dat is, dan moet hij bochtjes maken en zo. En die kan je in heel veel verschillende manieren leggen. Volgens mij komt Fiona hem nu uittesten. Nou, het doel is dat Fiona op de pallet blijft. Wat vrij lastig is zo zonder halster. Maar ja, Fiona die is geboren op die pallets, dus die kan dat wel, denk ik. Tja! Hier. Nee, niet te kwaad, pas. Joehoe! Kom. Kom. Ja, goed zo. Wauw, wat een prestatie van jou, hè. De pallets gecombineerd met een andere agility-obstakel, die trekkerband. Je kan bijvoorbeeld ook de hoepel eroverheen zetten of met andere obstakels, zodat je er een zeiltje naast hangt. Dat ze op de pallet moeten en dan naast nog een zeiltje. Dan bouw je natuurlijk een beetje ook een trailermuur na. Ja, dit hebben we nog nooit gedaan, dus we gaan kijken. Maar ja, we hebben het nog nooit gedaan, maar ik denk dat Fiona het kan. Want het is klimmen. Maar we gaan gewoon kijken wat ze doet. Fiona, ga je mee? Als moet je hals pakken, hè? Kom. 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 Oké, ik ga Jack halen. Ja, maar jij komt wel. Kijk, ik heb een opdracht voor je, Jack. Hierop. Gaat er hierop? Ja, goed zo. Goed zo, Jackie. Dan ga je er hierop. Kom maar. Oh, je moet eerst even de buurt scannen. Oké, als de buurt gescand is, Jack. Ja, dank je. Gaan we verder. Jackie, kom hier. Kom maar, Jack. Kom maar. Ja. Nee, dat vindt hij spannend. Oké, okay. Nogmaals. Ik dacht dat ik het kan, maar ze vinden het toch spannender dan gedacht. Jackie, kom maar. Ja, goed zo. Ja, kom maar. Oh, wat knap van jou. Zie je dat je dat kan? Wat goed. Ja. Het idee was eigenlijk van die op die en dan op die gaat. Heel lastig. Jack is uit zijn hum, omdat de Maddie's natuurlijk in de andere wei staan die ziek zijn. Dus sinds hij hier staat zonder zijn Maddie's een beetje, ja, anders. Maakt niet uit, ik snap het. Daarom kijkt hij ook dit op, want hij is nou eens aan het zoeken. Maar in die situatie kunnen we voorlopig even niks anders doen. Dus ik ga even Fiona erbij pakken. Ik denk dat die iets meer focus heeft. Nou, gaan we met Fiona proberen. Gaan we op de pallet, Fiona? Juist, dan gaan we van de pallet op die band. Oh, wat knap. Heel knap. Goed opletten, hè? Ja, braaf. Goed hoor. Nou, wat ik nu extra knap vind bij Fiona, is dat ik zag dat ze ontzettend aan het opletten was waar ze haar voeten neerzet. Omdat zij nogal eens heel doelbewust ergens op en af kan klimmen, was ze nu echt bezig met, oh, daar moet mijn voetje en oh, daar moet dit voetje. Heel knap gedaan. Dus de allerlaatste oefening en die raad ik ook zeker niet aan om zomaar te proberen. Maar ik heb de pallets gebruikt om bij Fiona het stijgen aan te leren. Ik wilde Fiona niet zoals Jack op een spelende wijze laten stijgen. Jack is namelijk heel voorzichtig met waar ik sta en dat hij niet op me springt en alles. En Fiona is daarentegen
een stuk brutaler. Dus ik wil het Vianen niet uit spelen aanleren, maar meer als een trucje. En in dit geval is het trucje op de pallet springen en van de pallet afspringen. Oh. Ja, goed. Netjes. Heel netjes. Wacht even tot ze is uitgekoud, vind ik beleefd. En dan zijn ze klaar met mijn koude vraag of ze er ook weer enthousiast af wil springen. Ja, oh! Braaf! Oh! Mooi! Wauw! Goed! Nou, voor nu vind ik dit goed genoeg voor Vianen. Ik verwacht niet binnen nu een jaar dat die mooie stijgers kan. Ik vind het belangrijker dat zij op mijn commando netjes stijgert en never nooit buiten mijn commando. Maar ik wilde deze oefening toch laten zien, omdat je dus met die pallets nog veel meer kan dan puur erop en eraf klimmen. En ze ook daadwerkelijk voor andere trucjes heel handig kunnen zijn. Nou, zoals jullie weten zijn die pallets bij ons te bestellen tot 27 januari uit mijn hoofd. Dus als je zelf wil oefenen met een pallet, dan stuur mij een e-mail, een DM, Facebook bericht, maakt me niet uit, WhatsAppje. En dan kunnen we er één voor je maken, of dus een hele brug. En vergeet natuurlijk ook niet onze touwhalster Vianen. Dit is die van Vianen, die heeft ze al bijna 2 jaar denk ik. Dus hij is een beetje vaak gedragen. Maar die zijn ook bij ons te bestellen. En bedankt voor het kijken en tot volgende week.